Ik was op 7 april 1976 in een motorvoertuigongeluk betrokken op pad vanaf Johannesburg naar Middelburg. Ik was op pad bezig om een zwaar koelertrok lorry voorbij te steken toen die ongeluk plaatsvond, waar hij mijn motorvoertuig zijn linker suspensie ingegeven heeft en ik die motor, die koelertrok zijn achterwiel getreft. Mijn motor heeft gerold en ik werd uitgevallen. Ik was bij mijn volle bewustzijn en ik was verbaasd om zo baie mensen om me te zien staan. En ik heb net die Heere geprys. Ik zei, dank je Heere dat ik nog leef. Ik heb wel een paar ribbenbenen gebreek en mijn rechter schouderbeen was gebreek geweest. En baie van die mensen kon niet geloven dat ik nog levendig is. En ik is zo blij dat die Heere voor mij gespaard gehou het voor de afgelopen 36 jaar na die ongeluk. En ik dank en prijs die Heere tot vandaag toe nog steeds. Ik heb nog altijd geloof in die Heere, maar na die ongeluk heb ik besef dat die Heere zijn kracht nog altijd bij haar was en dat hij mij een tweede kans gegeven op mijn leven. En ik waardeer het tot vandaag toe na die 36 jaar dat ik spaar gehou het, geloof nog steeds aan die Heere en ik prijs hem elke dag daarvoor.